Mensen en kinderen, wat doe je ook altijd, alle andere organismen? Dat is echt heel leuk wat hij zegt. Goedie! Oh, leuk! We hebben kritiek gekregen, jongens, dat we de spelletjes die we doen niet goed uitleggen. Dus vandaag ga ik het heel goed uitleggen. De regels zijn echt heel moeilijk vandaag. Ik heb 18 geluidsfragmenten. Yay! Ik laat je zo tegen geluidsfragmenten horen en dan ga je individueel schrijven op wat je denkt dat het is. Okay. Sommige dingen zijn iets interpretabeler dan de andere. Moeten we linksboven scoren zetten? Als je het namelijk goed hebt, dan krijg je een punt. En dat doen we dan 18 keer en dat zijn de spelregels. Een blauw duimpje zou fijn zijn. In deze bijzondere tijden doen wij ook hard ons best om jou te vermaken. Met gratis content. Ik heb vandaag geen memes. Abonneer op het Bandje kanaal. We verdienen geen tyfus. Als je deze niet hebt, krijg je een hele zware dag. Begin maar met een hele zware dag. PS3 opstart. Wat heb jij dan? Nee, wat heb jij dan? Ik heb Minecraft. Hij zegt opstarten, maar het is toch gewoon een menu? Ja, opstarten, ja. Ik heb nu eentje die nog makkelijker is, want jullie zijn heel slecht. Vandaag zit een fucking erge pack-opening. Ik heb geen idee wie dit is. Laat maar het antwoord zien. Dat is Milo. Milo, ik heb Dutch FIFA AD pack. Ik heb ook Dutch FIFA AD. Ik heb ook Dutch FIFA AD. Maar Milo is toch de persoon? Nee. Je wordt Dutch FIFA AD. Ik ben het niet! Eigenlijk wil ik alles goedkeuren, maar ik vind dat jullie wel democratisch hebben besloten dat Rob geen puntje krijgt. Mooi. Easy snack dit, jongen. Dit is zo makkelijk. Voor alle boobers onder ons. Het is sowieso van de man. Daar komt Jimmy aan. Ik had geen idee. Hij zei hockeyball. De volgende is voor alle meme-kenners. Ik heb vandaag geen memes. Ik denk... Mark die zie ik, dat Robo laat zeker bij een stoppetje. Nee. Ik heb crossword challenge. Nee. Ik heb oh mijn god IE kutspel. Deze was denk ik te moeilijk. Het spijt me zeer. Wat is dikke BMW mevrouw die valt? Toen ik dit hoorde wist ik hem gelijk, maar ik ben ook echt heel dik. Je ziet het toch? Jij zocht hem op, toch? Dikke BMW mevrouw die valt. Ik heb Matthijs die zo lacht. Dat is echt een goeie. Het is alleen fout. Ik heb Mark die stil is. Ik heb Mark snuifje. Nee! Ik vind dat Milo een 1 punt verdient, dat is zo goed. Ik denk dat Roel de enige is die deze weet. Deze is f***ing moeilijk, deze. Hierna komen we nog wat meer makkelijk. Dus ik denk dat Roel de enige is die... Omdat het een boomer is, dit is voor boomers deze. Ik roep 16 keer echt los op in de tijdens schoolfeest. Okay. Ik ken dit. Stichting Brein. Stichting Brein. Hoe weten jullie precies dat het Stichting Brein was, joh? Echt goed. Dat komt voor elke film. Ja, ik weet dat je niet mag stelen. Deze intro was voor de boomers. Deze intro is voor de jeugd van tegenwoordig, deze intro. Ja, tuurlijk ken ik dit. Joh, wat doe ik aan? Ik heb TikTok liedjes. Ik weet dat het gewoon de intro muziek is van een YouTuber. Ja? Maar ik weet niet welke, ik dacht Royalistic intro. Royalistic intro? Ja. Ah, klote, ik dacht doen dat personeel video. Het is inderdaad de intro van Royalistic. Ja! Weet ik oh. Dat liedje met al die woorden erin die je dan hoort. Ik heb het spijker na 3 uur. Het spijker na 3 uur? PSV, Champions League opkomstmuziek. Nou, die vind ik een goeie. Opkomst PSV. Zeg maar. Het is de Nations League anthem. Dit is het anthem van de Nations League. Ik ben wel blij dat Rob nu punten, dat weet je wel. Nee, ik heb 2 punten. Als hij het niet weet en jij wel, dan is dat triest. Ik heb knulpower. Ja, wat een heerlijke pick. Het is een Eredivisie. Nou, eigenlijk is dat niet een goede antwoord. Je hoort het op het antwoord is dit. Dat Matthijs stilte tijdens een Eredivisie interview. Ja, het is toch een Eredivisie. Het is het Eredivisie liedje. Je moet zeggen wat je hoort of niet wat je niet hoort. Daar zit wel wat in. Alleen Rob krijgt een punt, want anders sta je er ver voor. Wat denk jij? 4, ik heb er hetzelfde als Milo. Ik heb het goed. Oké, je krijgt ook een punt. Maar eigenlijk is het fout. De volgende is denk ik, dit is de moeilijkste van de hele quiz. 2 punten? 2 punten, ja. Ik wil wel afzetten stilte. Welke kleur knop is dit? Oh mijn god. Niet aanzitten die knoppen, dit is één van onze 4 knoppen. Ik heb paars. Go paars. Ik heb blauw. Ik heb ook paars. Doe maar eerst groen en oranje, want die heeft niemand. Blauw is? Ja. En dan klikken we weer op de paarse. Ja. Hij is nog maar 17, maar hard op weg om een hele grote voetballer te worden. Over welke voetballer gaat dit? Oh, ik dacht wie ik te horen. Draai maar om. Cody Gakpo. Ik heb ook ons Cody Gakpo. Gelukkig gaan we nu. Dit is de originele clip. Hij is nog maar 17, maar hard op weg om een hele grote voetballer te worden. Niet op het veld, maar gewoon van achter zijn computer in de voetbalgame FIFA 16. Ik ben het gewoon zeggen. Ja. Oké, volgende. Wie hoor je hier? We zitten op een
handel, snuif, tabak en versmachten. Zo kun je niet schrijven. Je bent niet goed, snik. Kan niet schrijven zonder snuif. Zij die snuif gebruiken of zij die nooit snuif gebruiken? Pippi Langkous. Pippi Langkous. Is echt Pippi Langkous? Pippi Langkous. Oh! Yes! We zitten op een eiland al 2 dagen zonder snuif, tabak en versmachten. Zo kun je niet schrijven. Je bent niet goed, snik. Heb jij dan snuif? Nee. Heeft Annika soms snuif? Tuurlijk niet. Heb ik dan soms snuif? Wij gebruiken snuif. Pippi zit al 3 dagen zonder snuif en ze kan het niet meer, dus doneer een beetje snuif. Oké, dit is een serieuze vraag die komt en dan meen ik. Je hoort zometeen commentaar en jullie moeten zeggen welke goal dit is die hier gescoord wordt. Klopt, hoor je? Nee, hoor? Ik snap het niet. Van de Beek zoekt de tweede paal. Daar nu! Daar is hij dan toch. Hij maakt zijn fout goed. Terecht. Dit moet je een beetje voetbalkenner voor zijn. De kijkers weten deze allemaal. Milo. Ik denk de licht tegen Juve. Of tegen Duitsland of tegen Frankrijk. Ja, ik heb Duitsland. Ik heb Duitsland, omdat die team die penalty had veroorzaakt. Tegen Real Madrid, maar dat was wel Nederlands elftal. De licht tegen Juve was inderdaad ook de 1-1. Ja. Maar dat was ook een cornerkopbal. Ja, maar dat was niet goed. Hoezo, wel goeie. Dat is exact hetzelfde geluid. Tegen Engeland was dat, in de Nations League. Hoezo weten jullie dit niet? Fragment 104. Ik ben Cornelans, de grootste FIFA-YouTuber van Nederland. Die horen we hier zojuist. Wat wil je nou dat opschrijven? Wie we horen. De grootste FIFA-YouTuber van Nederland hoorde jullie toch? Ik heb de nummer 5 FIFA-YouTuber van Nederland. Ik heb de grootste YouTuber van Nederland. En jij? Pippi Langkous. Allemaal goed. Yes. Allemaal goed. De volgende is 1 punt, maar 3 punten als Rob het goed heeft. Oké. Ze heeft onderzoek gedaan naar alle negen. Ze had alle spiekbrieven gewoon echt gemaakt. 3 punten, fijn. Oh, had je 25 nog 1. Nee, doe niet nog een keer. Dit was het. Hier maar knol. Wat heb jij? Ik had eerst Van Vlodder die dochter, maar ik heb nu Maxima. Ik heb ook Maxima. Ik heb Rocket Power. Ik vind dat je de koningin van ons land een beetje mag herkennen. Ze heeft onderzoek gedaan naar alle negeren. Ze had alle spiekbriefjes gewoon echt gemaakt. Heb je aan de handtekeningen moeten uitdelen op school? Ja, zelfs dat ook wel, ja. 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 Ik denk dat er ook bij hoort. Welke speler hoorden we op het laatste vraag beantwoorden? Laten we zien, Rob. Je kan toch ook iets opschrijven? Ja, ik ben nog een nadenker. Okay, ik wou zo snel. Dus maar hoezo een nadenken? Alsof je nu nog achter gaat komen. Ik heb Danny Landsaat. Ik heb een oud e-sporter van Adel Den Haag. Mitchell Denkers. Ik heb Sander Bosch met die Dit moet toch simpel? Dan kijk je Dit is een van de bekendste voetballers die jullie ooit hebben gezien van Nederland. Heb jij al handtekeningen moeten uitdelen op school? Ja, zelfs dat ook al, ja. 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 Ik dacht echt. Maar als je hem wint, als je hem hebt, dan win je sowieso. En ik ga net zo lang, ik ga het een beetje kleine hintjes geven. Okay. Nee, 100 punten. 2 punten. 2 punten, dan kan Koen nog winnen. Oké, 2,5 punt. Oké. Okay. Ik weet het. Ik hoop dat je fout hebt. Ik heb bijna Alicante Bendom. Toen we allemaal lagen te slapen, zeg maar. Ik heb bank zitten verstoppertje. Ik heb trein Matthijs hier, dit is van Raoul kijken. Dit is allemaal fout. Dit is de story van Koen die mij een balletik geeft en ik die hem volgens klappen zo. Oh my god! Mensen, bedankt voor het kijken naar quiz 135 op het Bankzitterskanaal. Had je nou een leuk idee voor volgende quizzen? Jammer, want er komen nog 4 al van de vorige afleveringen opgenomen quizzen online. Ik kan altijd jouw idee achterlaten. Tot ziens, doei!